Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Containerpaleis. Heel erg leuk dat je weer kijkt. In deze aflevering ga je zien hoe goede vriend Gijs mij komt helpen met het herindelen van de houten regels en deze vastnagelt met de tacker. En dat was heel erg tof. Bovenal heel erg gezellig. Daarnaast is goede vriend Gerbende en die komt mij helpen met het kozijnen plaatsen in die stalen frames. Nou, dat was echt gek. Daar heb ik weer heel veel van geleerd. En bovenal gaf het mij de kans om weer iets meer te filmen terwijl een ander het kon uitvoeren. Het is natuurlijk wel zo dat ik na het filmen gewoon ook zelf heb geholpen. Maar dan is het jullie hopelijk een beetje duidelijk dat je soms anderen het ziet uitvoeren omdat ik dan aan het filmen ben. Nou, als laatste is een andere goede vriend Frank Hondenbrink ook nog gekomen en die heeft alvast het eerste leidingwerk aangelegd, zodat ik de isolatie in de vloer kon leggen en de platen eroverheen kon doen, omdat vandaag Obimax al komt om te helpen met de wanden. Dat gaan jullie dus allemaal zien. Verder zijn er al wel wat vragen mijn kant op gekomen via Instagram. Een ervan was van Marvin, een oud klasgenoot. Thanks Marv. Die vroeg zich nog af of het niet knetterlek was nu allemaal, want die zag de kieren nog zitten om die stalen frames. Ja, heel goed gezien, dat klopt helemaal. Alleen, we gaan straks nog purde achterspuiten, waardoor het al wat dicht zit en er wordt nog heel veel afgekit. Dus op dit moment zou die ook niet waterdicht zijn. Als die nu naar buiten gaat, dan gaat er zeker water naar binnen komen. Dat gaan we dus allemaal in een later stadium nog wegwerken. Daarnaast zag ik in een paar posts of ik nog een keer de autofocus van deze camera uit ga zetten. Nee. Nou, misschien de volgende keer. Ik vergeet het gewoon heel vaak. Het is voor mij nog een beetje nieuw. Ik ga erop letten, maar hij staat nu ook weer aan. Helaas. Goed. Mocht jij ook een vraag hebben, dat kan. Je kan het op de Instagram van het Containerpaleis sturen of op contact@containerpaleis.nl. De comments in YouTube staan uit. Dat heb ik heel bewust gedaan. Dat gaat mij er met name om dat daar gewoon heel vaak misbruik wordt gemaakt van, nou ja, of bepaalde activiteiten die je niet wenst, of product placement van anderen, of weet ik veel wat, links. En nou, daar kan mijn gezin in. Dus ik heb het gewoon uitgezet dat ik er zelf de regie over heb. Als je mij wil contacteren, als je een vraag wil stellen, dat kan gewoon. Dus daar hebben we die comments niet voor nodig. Ik ga over naar de vlog. Heel veel plezier. Waar was 122, hè? Mm-hmm. Nou. 122 zit hier. Dat is je hart. Hart van je regel. Dat is het hart van deze balk. Ja. Nou. Je platen zijn 122 breed. Ja. Vandaar 122 zit ik hier. Ja. Hart van de plaat. 161, of 61. Juist, het is het hart van je regel. Maar die ISO, oh, maar daar druk je iets in. Nee, die moet snijden. Je moet altijd ISO snijden. Oh, en ik had berekend dat je er heel in kon leggen. Ja, en dan kom je overal net verder uit. Ja. Kom jij kijken, Om? Ik kom kijken, Om. Hoe vind jij de hut? Ja. Hij is groter dan ik had gedacht. Maar niet? Ja, maar wel mooi. Ik kan wel precies zien hoe het was. En wat mag jij straks gaan gebruiken? Het toilet. Dat is buiten. Oh, oké. Okay. Maar? Deze jongen. De knoepert. De tekker. Hij is net getest. Ja. Hij werkt heel goed. Safety first, children. Yep. Ja. Ja. Cool. Zin in. Ja. Want ik heb, hoe zat het nou? Ik heb heel netjes 60 centimeter telkens tussen de balken gehouden op de regelvloer. Ja. En het moet op het hart van de plaat. Ja. Dus 122 gedeeld door 2 is 61 ongeveer in het midden. En dan, nou, Gerben heeft het net al helemaal uitgelegd. We hebben gelukkig Gerben. Ja, maar wij gaan met de kozijnen bezig en Gijs gaat dan alles nog. Hé? Oké, okay, ja. 60. 60, iets met zijn hart en 60. 60. Oké, okay, maar dus we gaan eerst een boel, ja, bestaande werk uit elkaar draaien weer. Ja. En dan, want het was goed hoor, maar het kan beter. Ja, en professioneel met deze. Ja, dus dat gaat Gijs doen, die gaat mijn fout herstellen. Dan kunnen we lekker door en dan ga ik met Gerben de kozijnen doen. En dan gaan we verder. Cool. Ga je toch? Ah, ja. Nou, jij gaat zo met die tekken werken, dit opnieuw doen, en dat was niet mijn fout. Nee, absoluut niet. Daar kon je helemaal niks aan doen. Nee, want de tekening was verkeerd. Ja, het zat hem in de tekening. Wie had de tekening gemaakt? Ikke. Ja.
Dus deze eraf, deze eraf, deze eraf. Doorboren en dan even markeren. Inboren in het metaal. Dan de schroefdraad tappen. En dan vastschroeven. En deze hoeven dus niet, de onderkant en de bovenkant niet, omdat je hem dan krom trekt. Rondtrekt, ja. Volgens mij hebben ze daar een probleem. Ze komen er niet doorheen. Maar gelukkig ben ik er. Ik zal wel even helpen. Hey, jongens, lukt het niet? Misschien helpt deze. Succes. Zo, weer een nieuwe dag en ik heb een ontstoken oog. Dat komt door het hooikoortseizoen wat is begonnen. En daarmee mag ik de zin, nee, het is geen corona, het is hooikoorts weer heel veel gaan gebruiken. Goed, waar ben ik op dit moment? Gisteren heb ik met mijn maat Gerben de kozijnen erin gezet. Die zitten vast, moeten de deur nog en het kozijn op de kopse kant nog. Heel tof, hoe zat het ook alweer? Nou, hier was dus een te groot gat. Dus daar is nog extra metaalprofiel ingekomen. Als eerste zet je de kozijnen erin, vervolgens boor je door de kozijnen op het metaal, zodat je markeringen hebt. Dan haal je het kozijn eruit, je boort die markeringen goed uit. Daarna tap je de schroefdraad erin. Dan doe je hier een soort vochtwerend tape op het stalen frame voor de kozijnen. En op de kozijnen zelf doe je compriband. Dat zorgt ervoor dat het waterdicht is. En dan later gaan we nog kitten en purren en noem maar op. Vervolgens de schroeven erdoor en de kozijnen zitten vast. Nou, op de kopse kant, daar kan straks wel met zelftappers gewerkt worden, omdat dat gewoon nog het standaard kokerprofiel is. Dat gaan we ook nog doen. Gijs, die heeft met de tacker het regelwerk opnieuw vastgemaakt. En dat was dus omdat ik de verdeling had gemaakt bekeken vanaf de isolatie die ik had gekocht. Dus ik had zoiets van, nou, als we gewoon telkens nette stroken van die ISO ertussen kunnen leggen, dan zit het goed. En ik had al ergens een gevoel van, maar misschien is het verdelen op die plaat wel beter. Want ik weet dat dat veel meer gebeurt. En je kan je voorstellen dat je op een gegeven moment wat netter uitkomt. Maar in mijn hoofd dacht ik, achter los je dat met klossen op of zo. Nee, dat had inderdaad zo gemoeten. Dus misschien iets meer naar mijn gevoel moeten luisteren. Desalniettemin, alles was gezaagd, dus het bouwpakket was klaar. Dus het was heel makkelijk weer uit elkaar te halen, het te verdelen. En die tacker is awesome. Dus dat was een hartstikke leuke klus. En aan Gijs te zien was het ook heel erg leuk. Vandaag de deur vastmaken. Dat gaan we nu nog even doen. En daarna de kopse kant vastmaken. En dan wellicht alvast het plaatwerk op maat zagen wat over het regelwerk komt. En dan gaan we dat nog niet bevestigen. Want eerst moet ik met Frank het leidingwerk aan gaan leggen. En de isolatie moet er nog tussen. En als dat is gebeurd, dan kan het OSB erover. Dus genoeg te doen. We'll be right back.
Recipro, heel eventjes doorgezaagd. Afkortzaag. En de zaagtafel. Ja, en de multitool. Ja. Ik zit al bijna weer verkeerd. Alles zit erin, dus we gaan door naar de volgende. Deze heeft Gerben helemaal op maat gemaakt, omdat ik daar dus een fout had gemaakt. Met de multitool, met de afkortzaag, met de zaagtafel. En alles zit er mooi in, dus wij gaan weekend houden. Joe! Het is kapitein Frank. Er is de afvoer voor douche. Ja. En voor de kranen, dus het kraantje in de badkamer en het kraantje in de keuken, toekomstige keuken. Ja, en de wasmachine. Oh ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En de boiler moet ook een afvoer aan, er zit ook een inlaadcombinatie aan, dan moet ook die lekt ook. Beveiligingsapparaat, het spoel meer. Een boiler heeft een afvoer? Dat wist ik echt niet. Nee, en elk warmwatertoestel heeft een inlaadcombinatie. Afsluiten en zo'n beveiliging is dat. Zal ik wel later in detail iets anders uitleggen. Maar er komt een afvoertje, even snel gezegd, ja, voor de boiler. Een afvoertje aan. Dus we hebben een paar dingen. We hebben hier nu douche, kraantje, boiler. Ja, iets anders, iets duidelijker. Een wastafel, toilet, daar is het grote gat voor. Die gaat straks rechtstreeks naar buiten. Maar die is nu niet, hè? Die is nu niet. Nee. Maar nu is te zorgen dat de vloeren dicht kunnen. Heb je hier een doucheput? Zouden eerst een douchebak doen, maar om hoogte te besparen, zeg maar, dat het vloer toch wel wat hoger komt en er ook nog een plafond onderdoor komt. Want isolatie is handiger om toch wel ruimte en hoogte te besparen. Maar je wil natuurlijk wel gewoon een beetje een royale douchekop over je, niet dat die zo strak om. Ja, nee, zeker waar. Goed bedacht. Dus dat is wel wat fijner. Dus die doucheput die moet er als eerste in. Daar had ik ook al een beetje voorzien dat het laatste punt is. Daarom zit hier, en dat is allemaal niet afgenomen, daarom had ik hier al eerder een gat gemaakt. Speciaal voor de wastafel en de keuken en dat soort dingen. Omdat dat gewoon echt het laagste punt is. Het toilet dat kan hier gewoon rechtstreeks naar buiten. Dan sluit je met een bocht. Hier een T-stuk. Naar binnen en dan krijg je hier straks je aansluitpunt waar je dan die container maar hebt staan en waar je dan zeg maar op het net gaat. Ja, die straks ook met de waterleiding en de stroom komt hier ook. En nog even met Raymond, Secret Mystery Guest. Ja. Even overleggen voor de airco, omdat deze deur gaat niet permanent dicht, maar we hebben deze mooie dikke spijlen hier, daar kun je wel een mooie airco-unit op de vest. Ja, dat is een hele slimme besparing. Plus dat die sneller op en af is, terwijl stel dat het met vervoer niet mag. Ja. Maat, wat doe je? Op maat snijden, het is gewoon een rol, dus steenwol is het. Op maat snijden, de inleggen, netjes verdelen, niet te veel optrappen, want dan wordt het plat. Dus voornamelijk op de regels lopen, plaat erop, vasttrekken en done. We'll be right back.
Frank en ik zijn hier bezig geweest. Ja. Ik heb de vloer erin gelegd en de ISO eronder gedaan. Tot aan hier. Want hier is Frank bezig geweest. En heel eerlijk, hij heeft dit snel gedaan. Niet ik. Andere leidingwerk kan ik zelf wat meer doen. Maar om even meters te maken, was dit even slimmer. Want morgen gaan we al met de wanden bezig. Dus moest even snel in vanavond. Vloer ligt erin. Dit is open gebleven omdat hier de pur uit moet halen. Maar wat heb jij hier gedaan? Hè? Wat heb ik gedaan? Nou, deze is voor het toilet straks. Dus die hoger. Ik ga straks aan de buitenkant het laten zien. Hier zit dus de doucheput. Die hebben we even helemaal zo vastgezet en vastgepurt. Zodat straks, als de platen er strak omheen kunnen worden gezaagd, die ook goed blijft zitten. Goed in de pur gezet, dat hij geen kant meer op kan. Ook met van dit gaatjespand vastgezet. Want kijk, joh, dat gaat echt geen kant meer op. Normaal ligt dat in een betonvloer of in een cementvloer. En dan ligt dat van zichzelf al vast. Dus je moet echt heel goed vastzetten. Als zo'n ding vervoerd gaat worden, dan mag dat natuurlijk niet kapot knappen en zo, dat soort dingen. Maar, dus als je hier goed kijkt, dit is straks zeg maar de vloer die straks hierop aansluit. Nou komt hier straks een PVC of een zeilvloer of iets in die geest komt erop. Dus dan kunnen ze het zeil, kunnen ze vlak hier langs, kunnen ze hem goed erop lijmen, zodat hij ook straks goed afkipt, zodat hij ook helemaal waterdicht is. Dus dan kun je straks gewoon, net als bij een douchevloer, met een doucheput gewoon zeg maar daar opstaan. En dan bespaar je best wel veel ruimte mee. Een beetje, een goede 10 tot 15 centimeter wel toch? Nou, meer nog wel. Huh? Ja, 20 centimeter sowieso ongeveer. Want het is niet alleen die douchebak, daar moet ook nog een sifon onder. En er zit nog veel meer. Dat kost best wel veel ruimte. Nou, dan hebben we hier dus, dit wordt dan straks de douche. Hier komt straks een wand. Deze afvoer, die gaat door de wand heen. Die komt hier voor de wasmachine straks. Hier komt de wasmachine te staan. Met daarboven de elektraboiler voor het warme water. Die heeft ook een afvoer nodig, maar die kunnen we dus allemaal in de wand maken. Maar omdat die doucheput zo laag zit, moesten we wel eerst dit voorbereiden, zo op deze manier. Ja. En, dus nu kan de vloer nu helemaal dichtgemaakt worden en dan kunnen de systeemwanden en plafonds kunnen erin. En vervolgens dat extra andere leidingwerk, dat gaat gewoon door de wanden heen. Mooi man, thanks! Nou, even een mooi gauw tussendoor en dan tot de volgende keer! Eindelijk toch! Ja.